Morgen is er in Antwerpen een grote kattententoonstelling. En in Kortrijk staan de honden in de kijker op de Euro Dog Show. Die hondententoonstelling is een tweedaagse en daar zijn we dus vandaag al eens gaan kijken. Er zijn bijna 4000 honden uit 20 verschillende Europese landen en ze komen in aanmerking voor ongeveer evenveel prijzen. Op de Euro Dog Show 91 zijn zo'n 4000 prijzen te winnen. En die gaan niet allemaal naar de mooiste viervoeter binnen één rasgroep. Al blijven de keuringswedstrijden uiteraard het belangrijkst. Sommige bezoekers hier geloven hun ogen niet. Er wordt gekamd, gekruld, verpakt, bepoederd en besproeid dat het een lieve lust is. Vooral bij de allerkleinste viervoetertjes als de Yorkshire Terriers. Kolossen als deze Kafkaskaya of Tsarka, een Caucasische herder, lenen zich daar uiteraard minder toe. De baasjes wachten de keuring van hun troeteldier af met engelengeduld en met een dierenliefde waar je niet naast kan kijken. Maar er is ook spektakel, behendigheidswedstrijden bijvoorbeeld. Niet alleen gezond voor de hond, ook de baasjes kunnen hier een kilootje kwijtspelen. En ook zij moeten natuurlijk uitkijken waar ze lopen. Maar de publiekstrekker is België-Holland. Nee, geen voet of poot, maar vliegbal. Bij sommige spelers is de training toch wat in gebreken gebleven. En net als op de echte grasmat zijn de aanmoedigingen hier niet van de lucht. Om zijn veiligheid kan terecht bij de demonstraties met verdedigingshonden. Alleen wie echt gebeten is op onze viervoetige vrienden, die moet vandaag en morgen uit de Kortrijkse hallen wegblijven. Italië krijgt een natte herfst te verwerken. Door de aanhoudende zware regenval zijn in Toscane grote gebieden overstroomd. In de streek tussen de steden Firenze en Pistoia. Dit zijn beelden uit een aantal dorpen ten oosten van Firenze. Regen en donderstormen razen al dagenlang over Toscane. Tientallen rivieren en beken zijn al buiten hun oevers getreden. De Arno, die door Firenze stroomt, staat 70 centimeter boven zijn normale peil. In vele steden en dorpen staan de straten blank en zijn de huizen overstroomd. Hulpdiensten hebben al heel wat mensen moeten evacueren. Twee mensen zijn verrast door het snel stijgende water. Ze zijn meegesleurd en verdronken. Bij ons lijkt het natste weer voorbij. De weerman vat zijn vooruitzichten nog even krachtig samen. Het wolkenbeeld toont een allegaartje. Wolkenvelden bewegen in zowat alle richtingen en de smalle band boven West-Engeland komt vannacht op bezoek. Vannacht eerst opklaringen, later wolken en misschien valt er zelfs een druppel. Temperaturen tussen plus 2 en min 3. Aan de grond vriest het tot min 8 in de Kempen, tot min 11 in de Ardennen. Er is dus aanvriezende mist, het wordt gevaarlijk. En voor bruggen en wegen is er wintertype A in de kustzone, wintertype C2 in de Kempen en de Ardennen en C1 elders. Morgen na een mistig en grijs begin komen er dan opklaringen. Het wordt nog vrij mooi, maar fris weer. Het wordt maximum 7 graden. Dit was vandaag het laatavondjournaal van TV1. Dames en heren, nog een prettige avond. Heel veel oudere mensen kunnen zich geen verblijf permitteren in een rust- of verzorgingstehuis. Oud zijn wordt onbetaalbaar. In confrontatie en debat met bejaarden en met mensen uit de sector. Na 12 uur komen Bart Peters en Jan Leijers uitleg geven bij hun spektakelmusical Dr. De Vuist. We discussiëren over de pakjesdienst van de spoorwegen. Moet die verdwijnen? En we staan stil bij het onbegonnen werk van de UNO-commissaris voor de vluchtelingen. Sayrese Ensemble, Zap Mama, zorgt voor de muzikale omlijsting. Zondag in de zevende dag om 11 uur op TV1. Bloedgeld is onze spannende zaterdagnachtfilm.
Twee broers die tropische vogels smokkelen komen oog in oog te staan met gevaarlijke maffiafiguren. De ene broer wordt vermoord en Bloedgeld is een actievolle film uit 1989.